print the boodschap print today. Vice-president Adin won the first Saregamapa contest in Suriname Bay. Vice-president Michael Ashwin Adin heeft de eerste editie van het Saregamapa Singers Contest 2019 in ons land bijgewoond. Het is voor de bewindsman een programma waar veel talenten de kans krijgen zich te bewijzen. Dit contest, dat bekend is via de televisie, heeft de VP altijd gefascineerd en geniet de nodige ondersteuning. Het maximale moet uit de jonge talenten gehaald worden, is zijn stelling. Hij wenste de ouders en de kinderen die aan dit contest participeren veel succes toe. Mahinder Singh Kanyal, ambassadeur van India in ons land, zei dat Suriname ook veel talenten heeft. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.